Heb ik jullie weer wat geleerd, hè? Als je nu niet abonneert, weet ik het ook niet meer. Jezus, stel je voor, je bent niet eens geabonneerd. Dames en heren, Koeken en Peren, Kokkomen en Bartel. Welkom bij deze nieuwe video. Hoop ik het als lekker met jullie, met mij in ieder geval wel. Als jullie nu gaan blamen op mijn microfoon, fuck jullie. Want ja, ik heb een dure microfoon, maar hij doet het opeens niet. Dus ik gebruik nu deze, oké? Okay? Deal with it. Deal with it, fucking. Klaar voor je, weet je dat? In ieder geval, dames en heren, als je vindt opnieuw gelijk, doe het er nu even, want ik ga je nu iets uitleggen wat je waarschijnlijk nog niet wist. Wat betekent sus? Oh ja, zeker wel, dames en heren. Ik heb er sinds, denk ik, een maandje geleden had ik ervan gehoord. Want ik heb persoonlijk nooit Among Us gespeeld. Voor de mensen die Among Us hebben gespeeld, die weten vast wel wat het woord betekent. Ik in ieder geval niet, want ik heb echt nooit echt Among Us gespeeld. Het komt er eigenlijk een beetje van Among Us af, vandaar. Voor een example. Stel je voor, je zit in de klas en er komt iemand naar je toe en die zegt: oh, you look sus. Oh, je ziet echt sus uit. En dan denk ik, als je het woord niet kent, denk ik echt van: what the fuck zegt die guy, weet je? What the fuck is sus? Oh, heb ik iets gemist? Heb ik een hype gemist? Ja, je hebt een hype gemist. Ja, dat, maar in ieder geval, ja, dat is dus een voorbeeld. Ik ga nu even laten zien wat het nou eigenlijk betekent. Oh ja, zeker wel. Letterlijk wat ik heb opgezocht is what means sus. En ja, dan ga je gewoon, hier naartoe. En dan zie je meteen, when you can't spell suspicious. That's it. En voor de mensen die niet weten wat suspicious betekent. En als een vierde geval vrijwel identiek is, dan is dat ronduit. Verdacht! Ja, dat is het, dames en heren. Je bent gewoon verdacht. En ja, geen idee hoe mensen hierop zijn gekomen. Maar waarschijnlijk komt het gewoon door die Among Us shit. En dachten mensen van, suspicious doet te lang. Laten we gewoon zeggen sus. Waarschijnlijk is dat waarom ze sus hebben bedacht. Maar op zich wel een leuk woordje. Kijk, ja, heb ik nog iets leuk. Hier is nog een goede meme. Dus ja, suspicious, sus. Weet je, ja, dat is het dus. Dus suspicious is verdacht. En trouwens, als je ooit een toets hebt en het woord suspicious komt erin voor, denk aan verdacht. Je bent verdacht. Ik ben eigenlijk gewoon een leraar. Dus ik kan me ook wel een leraar noemen. Haha. No. Nee. In ieder geval, mensen, dit was de video. Ik wil dus video's altijd zo kort mogelijk houden en niet te langdradig. Want ja, het is gewoon letterlijk een betekenis wat mensen opzoeken. En ja. Ik zou zeggen, voor de mensen die houden van Fortnite en levenslange video's, ik zou zeggen, abonneer even. Zou ik super erg waarderen. We zijn onderweg naar de 4K. Ik zou zeggen, abonneer, like even. Zou ik super erg waarderen. Vergeet niet te volgen op Instagram, TikTok, staat allemaal hier beneden. En ja, nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ga lekker genieten van mijn Duitse waterglas en mijn heerlijke Albert Heijn koekje. En ja, allemaal nog een hele fijne zondag. Of wanneer deze video ook online komt, moet ik me nog niet doen. Nou, moet ik nog een raar dansje doen? Nee, ik heb geen zin in. Hey, doei. Jij bent echt grappig.